deze nieuwsuitzending. Sorry, ik moet nog even mijn microfoon bijstellen. Maar dat vergeven jullie mij wel. Deze nieuwsuitzending die gaat over Nederlands. En dan over het maken van slimme Nederlanders. Hoe doe je dat? Want er zijn mensen die zijn niet zo heel erg enthousiast van het Nederlanderalisme ofzo. Want ze vinden ons maar een stelletje domme dombo's. En helaas moet ik constateren dat ik heb een kind opgevoed. Die is nou 18. Poepoe. Nou. Dat was een hoop werk. Ja, en die kan Nederlands. En die is niet dombo. Die ziet er altijd alleen maar zedig uit. Dat is echt zo'n meisje die heeft geen burka nodig. Want die Arabieren die blijven er heus wel vanaf. Want ze krijgen een trap. Of een klap voor de bek. En anders komt haar vriendje er wel aan. En ze loopt zedig over straat. Dus als er een of andere Arabier is die mijn dochter zou gaan pakken, dan ga ik informeren waar zijn imam woont. Laat ik hem een foto zien en zeg, want dit meisje liep er niet onzedig bij. Dus pak die jongen aan. Nou goed, dat is mijn dochter en die opvoeding die ik gedaan heb is heel erg goed gelukt. Zij kan Nederlands. En ze kan rekenen. En ze kan de stelling van Pythagoras bewijzen. En ze heeft wel meer heldendaden op haar konto staan. Zoals dat ze me laatst vertelde dat ze zit nu op het HBO, denk ik. Ja, dat moet wel zo zijn. En ja, zij heeft geen huiswerktijdprobleem. Dat hoort ze van de kinderen in haar klas wel. Die dan zeggen, ja, ik ben gisteravond de hele avond bezig geweest. Het was pas 11 uur en toen kon ik gaan slapen. En dan weer naar school. En dan mijn dochter zegt, ik maak mijn huiswerk op school. Er is altijd wel weer pauze. Nou, wat moest je nou doen? Dan maak je toch gewoon je huiswerk op school. En als je dan thuis bent, dan ben je vrij. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Om een slimme Nederlander te maken. Nou, les nummer 1. Dat is Nederlands leren. Het Nederlands leren. Wij zeggen in het Nederlands nu... ik lust geen appels. Dat is niet hoe we het spraken. Vroeger zeiden wij, appels lusten mij niet. En dat is omgedraaid. Appels lusten mij niet betekent, appels geven mij geen lust. Nu zeggen we, ik lust appels. Ja, dat is een beetje egoïstische verbastering van het oude Nederlands. Vind je niet? Wat zou je dan zelf het liefste zeggen? Want het lusten, iets lust je. Iets brengt je lust. Dus appels lusten jou. Zo'n andere die je met het Nederlands hebt, dat is evacueren. In de krant kan staan, de uiterwaarden zijn vanwege de wateroverlast geëvacueerd. Het woord evacueren betekent leegmaken. En wat we daarmee bedoelen, is dat de mensen er weg zijn gehaald. Want als er ergens geen mensen meer zijn, is dat gebied geëvacueerd.
leeggemaakt. Vacuüm, het woord wat erbij hoort. Vacuüm, dat ken je wel. En nu zeggen we rustig, de mensen uit de mensen die woonden in de uiterwaarden, die zijn geëvacueerd. Dat is gewoon helemaal niet waar. De uiterwaarden zijn geëvacueerd. En die mensen die eruit wegkomen, die mag je evacuees noemen. Lijkt mij. Want ze zijn weg van die plek die geëvacueerd is. Het Nederlands, dat vliegt alle kanten maar op. Tegenwoordig mag je ook gewoon zeggen, die jongen die gaat met die meisje naar die feest in die dorp. Wauw! En dan kan je tegen inbrengen van, ja maar Perry, je moest eens horen hoe ze in Amerika spreken. Of in Rusland. Dat is zo'n geweldige preek gehoord van Poetin. Ja, jullie moeten goed opletten, want wat ik ga zeggen is heel belangrijk. En jullie zijn onafhankelijk, dus ik wil een onafhankelijke mening van jullie. En terwijl je allemaal je notitieblokken klaar hebt en je pennen in de gereedheid hebt staan en je oortjes helemaal open staan, ga ik vertellen wat belangrijk is. En daar ga ik nog een kwartier mee door, want ik praat Russisch en niemand heeft het daar in de gaten dat hij bullcrap praat. Maar het is niet dat die Russen dom zijn. Het is een grove taal. Voor Fins geldt dat ook. Wat we nodig hebben als mens om uiting te geven aan onze zorgvuldigheid en ons detailisme is een taal die je kan bespelen als een piano. Ook als je alleen gebruik maakt van eenvoudige woorden. Je hebt een boodschap te vertellen. Dat kan je heel makkelijk doen met eenvoudige woorden. Bijvoorbeeld, mama, de gordijn linksvoor bij de patio staat in de fik. Nou, dan weet je mama gelijk wat er aan de hand is. Dat zal die baby wel weer geweest zijn die gespeeld heeft met de lucifers. Die domme vader heeft laten liggen omdat hij een sigaar moest roken op het terras. Je get? Dus, als we op deze aarde geen Nederlands meer spreken, nou, dan kunnen we net zo goed naar de maan geweest zijn. Want wie wou er ooit naartoe? Door mijn opa niet. Die ging op vakantie naar Vinkeveen. Daar in de buurt trouwens. Want Vinkeveen is duur en hij zat op die goedkope plek. En dan de hele dag op karper vissen. En die dames breien. Of boodschappen doen. Of weet ik veel wat. En s'avonds met de dames kaarten. Klaverjassen. Of britje. En overdag lekker vissen. Hoe heet dat nou? Het is echt een hele mooie plek. Als je vanuit Utrecht naar Amsterdam gaat, heb je die weg naar links, naar Vinkeveen. Maar dat moet je niet doen. Je moet naar rechts. En daar zit ook een waterpartij. En toen was dat te betalen. Kijk, dat is leuk om naartoe te gaan. Maar wie wilde naar de maan? Voor maanstenen? Hebben wij hier niet genoeg stenen? Ja, maar die stenen op de maan, die kunnen ons vertellen hoe het heelal is ontstaan.
Oh ja, joh. Nou, ik zal beter eerst een zonde sturen naar de zon. Dat is gewoon een of andere robot. En die gaat de zon in en die doet het. En die zuigt het op en dan terug. Ik zou wel eens willen weten wat er in de binnenkant van de zon zit. Ja, maar als we naar de maan kunnen, dan kunnen we ook naar Mars. Ja nou, waar moet ik op Mars? Ja, want het is een rode planeet, dus dat barst van de metalen. En daar kunnen we allemaal ertsen van delven. Wacht even hoor. Erts delven op een andere planeet? Wat zijn de transportkosten van zo'n operatie? Om nog maar te zwijgen over het feit dat het mijn idee is dat bepaalde metalen die dan hetzelfde zijn, als die elkaar tegenkomen, dan gaan ze een soort kristallijne verbinding aan. Dat kruipt allemaal bij elkaar. Omdat ze hetzelfde zijn. Erts is het toch altijd? Wat is dat van onzin? Erts delven op de maan? En daarna op Mars? En wat gaat dat wel niet kosten? Als je hier op deze wereld erts gaat delven. Dan heb je lekker met van die sledgehammers op zijn Engels. Hoe heet dat op zijn Nederlands? Maar een sledgehammer. Nou, wat kost zo'n sledgehammer? Er moet een beetje benzine in. Of voor mijn part van dat koolmonoxide gas. Daar kan je het ook mee doen, denk ik. Dus als je hout hebt en je gaat dat een onvolledige verbranding geven, dan krijg je koolmonoxide. En dan kan je mee sledgehammeren, jongen. Nou, dan moet al die rotzooi die je hebt gedaan, die moet opgeschept worden. En doe je in een vrachtauto? En dan moet je wel zo iemand hebben die weet dat hij met zoveel ton over de weg rijdt. Dus niet als Nicky Lauda de buitenbocht pakken. Dan moet je rustig rijden. En blijf aan de rechterkant. Dat soort dingen. Oh ja, en ook wel heel leuk voor die ertsrijders. Dat zie ik hem als de perfecte wereld voor mij. Die hebben dus zo'n WhatsApp applicatie. En die gaan erts rijden. En die doen even WhatsApp. Moeten ze trouwens toch al doen voor hun baas. Die geven aan van ik ga naar Oostenrijk of zo. En ik kom langs hier en ik loop langs daar. En die hele route is uitgestempeld. Nou, dan kunnen oude vrouwtjes lekker achter die ertswagen gaan rijden. Ja, want die gaat niet plotseling remmen. Want dat kan die helemaal niet. Voordat een ertswagen stilstaat, nou, dan heeft hij. Dat duurt 100 meter? Of nog langer? En die rijdt dan 80 km per uur. Kijk, dat zijn eenvoudige transportkosten. Dat stelt niks voor. Maar van de maan hier naartoe? Ja. Houston, we got a problem. Ja, dat lijkt me nogal wieders. Je vraagt er ook gewoon om. En in het Nederlands is dat allemaal heel begrijpelijk. Want in het Amerikaans is er ooit gezegd: we are going to the moon between now and 10 years. Tot John F. Kennedy. En ik wil niet grappig doen over het feit dat hij doodgeschoten is. Maar hij heeft wel gekke dingen gezegd. Op zijn Nederlands dan, hè? Nou, hoe leer je je kinderen nou Nederlands? Ik heb me helemaal 33.000 keer in de ronde gelezen in de lokale bibliotheek van Amstelveen.
Het werd zelfs zo erg dat mijn moeder zei, je houdt maar eens op met dat lezen. En toen heeft ze mijn bibliotheekboeken van die week bovenop de kast gelegd, waar ik best bij kon klimmen. Maar ja, mijn vader was er ook al vandoor. Die had er nog de humor van ingezien. Ik heb dat niet gedaan. Gewoon verstraf niet lezen. Dus ik heb die hele bibliotheek doorgedingerst. En wat ik daarvan overgehouden heb, dat zijn met name twee auteurs. Die ene is van De Chameleon. Die heb ik als eerste gelezen. Dat is H.C. De Roos, als ik me goed herinner. Maar je kan het zo opzoeken. De these is in De Chameleon. Het begin van het boek is altijd de vakantie, de schoolvakantie. Het gaat over kinderen die vrij zijn. En wat doe je in je vrije tijd? Nou, die twee zonen, Sietse en Hielke, die gingen niet niks doen. Hun vader was nog steeds aan het werk. Ja, dat kan ook niet anders, want hun vader was smid. En een smid is nodig. Die moet zo bing, bing, bing op dat metaal. Want al die boeren in die omgeving, die hebben een smid nodig. En Hielke en Sietse, die hadden dan een ongelofelijke lompe bak. Die had hun vader dan denk ik ergens gescoord. Zo'n ding wat er helemaal niet uitziet. En er was een motor ingeplaatst van een auto. Dus dan praat je over 100 pk of zo. 80 pk. 80 paardenkrachten. Niet zo'n kleine hakkete takkete twee takte. Boep, 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 boep. Ben jij gek? Gewoon automotor. Nou, er moet er wel van die autobenzine in. En hun vader, die gaf die benzine. Als het nodig was. En soms moesten ze daar klusjes voor doen. Misschien hebben die jongens ook nog wel moeder moeten helpen met het huishouden. En in zo'n zomervakantie, dan gebeurt er altijd wat, ja, er is iets aan de hand. Oh ja, en er kwam ook altijd een jongen langs vanuit het westen. Want het speelde zich allemaal af in Friesland. En een jongen vanuit het westen, die kwam er dan op zomervakantie. Maar dat was zo'n bleekneusje. En die heeft ook een hele mooie rol gekregen. Dan had je de veldwachter. En die deed altijd alles fout. Dat kwam er helemaal niet van. Het waren altijd Sietse en Hielke die het meeste lef hadden. En een heel mooi karakter daarin is Gerben Sonderland. Zijn achternaam, Sonderland, komt denk ik uit de Napoleonitische tijd. De tijd van dat Napoleon, die vrijmetselaar, hier in Nederland met zijn rechterhand op zijn hart. Je m'entendrait. Napoleon praatte waarschijnlijk Frans. En dan kan je al ophouden. Maar uit die tijd, iedereen moest een achternaam krijgen. En Sonderland. Misschien bestaat dat ook nog wel echt als achternaam. Je hebt ook de achternaam Naakt geboren. En Gerben Sonderland is daadwerkelijk zonder land. Want hij is loonknecht. Dus hij heeft een of ander kotje. Geen vrouw. Er komt er niet een voor. In de hele chameleon-series dingen. Ja, je hebt natuurlijk nichtjes en moeders. De vrouw van de bakker. De vrouw van de burgemeester van mijn part. Maar niks met meisjes en vrouwelijkheid. Je kent het allemaal wel, hè? Het is geen, echt geen,
Geen greintje van iets wat maar lijkt op porno. Alleen maar leuke verhalen. En die Gerben zonder land, daar kan je dan van zeggen, ja, hij heeft geen land. Is ook zo. Hij heeft helemaal niks. Hij heeft een kotje. Hij heeft toch geen vrouw, dus we maken het uit. Hij is daarmee heel vrolijk. Want hij heeft geen bezittingen. Dus is hij ook niet verantwoordelijk. En Bromsnor, die heet niet Bromsnor, die heet anders. Maar dat is dan de lokale politieagent. Dat is ook een heel leuk karakter. Daar is helemaal niks mis mee. En vooral wat heel erg leuk is, dat zijn de confrontaties tussen Gerben Sonderland en die adjudant. Daar kan je verschrikkelijk om lachen. Ik heb gelachen om dat boek toen ik dat zelf las. Volgens mij heb ik toen in mijn broek geplast. Ik kon er niks aan doen. Ik kon buikpijn van het lachen. Zo grappig. En het leuke is dat het boek is voorbij als de vakantie voorbij is. En dan, ja, dan moet je wachten op de volgende aflevering. Hè? Moet even een telefoon bekijken. Hey Wout. Ja, jij ook. Ik werd net even geïnterrumpeerd. Maar nu ga ik weer verder met de nieuwsuitzending over Nederlands. De waarde daarvan. En hoe je dat over moet brengen aan je kinderen. In de vorige uitzending daarover heb ik het gehad over het werk van H.C. de Roos met de chameleon. De humor die erin zit. De geruststelling die erin zit. Het boek begint als de vakantie begint. Over de schooltijd hebben we het niet. En ook niet over meisjes met al die dingen die daarbij horen. De tweede. Voor mij dan, hè? Dat is mijn persoonlijke mening. Hoef je hier niks van aan te trekken. Als jij nog een andere weet, is dat die van jou. De tweede is voor mij Marten Toonder. Met zijn werk over Olie B. Bommel. Ik zou daarmee beginnen zo vroeg mogelijk. En iets als de chameleon met van die ingewikkelde begrippen als benzinemotor en automotor. En wat is een smid eigenlijk? De Marten Toonder is veel simpeler. En leert je kind goed Nederlands. Je kan kinderen vanaf 3 jaar... de naam Prillewitzkowski uit laten spreken. Dat lukt hoor. Want een kind van 3, die snapt er echt helemaal van het alles niet. En die kan je gewoon gaan voorlezen uit Zaken zijn Zaken. Want dat is toch zo? Wel, Zaken zijn Zaken. Olifanten zijn olifanten. Dat begrijpt een kind gelijk hoor. Heeft het ook onmiddellijk in de gaten wat de betekenis is van het woord zijn. Dus zaken zijn
zaken. Zijn, daar gaat het om, hè? Dat koppelwoord. Dan moet je bij je kind erin stampen. Dat ze goed begrijpt, of hij goed begrijpt, of het goed begrijpt, als je een transgender kind hebt. Geintje. Goed begrijpt. En dan moet je er zo vroeg mogelijk inrammen. En als je dat verzaakt, dan krijg je dombo's als kinderen. En nee, die komen niet op bezoek in het bejaardentehuis, want ze zijn zelf verzeild geraakt in een hele ongemakkelijke situatie, dus ze kunnen niet langskomen. Ja, ik schets maar een beetje een negatief beeld, omdat ik iedereen aan wil moedigen om zijn of haar kind Nederlands te leren. Want anders gaan we echt allemaal naar de maan. Wil je dan Frans gaan spreken? Bah oui, bah non, putain. Dat zijn stumpelige talen. En het vervelende is dat als de mens niet uitgenodigd wordt tot een uitdaging, dan verzakt hij tot nietsigheid. Ga jij je vastklampen aan patatje met of zo? En is dat het dan? Dat kan niet. Om even lekker door te denderen, ik heb mij verdiept in het begrip psychopathie. Erg interessant. Punt 1, de term klopt niet. Want een pathie betekent een ziekte. Psychopathie, dat is geestesziek. Letterlijk, op zijn Nederlands. Maar die mensen die geestesziek zijn, die zijn helemaal niet ziek. Ze zijn gewoon domboos. Moet je dat een ziekte noemen? Je gaat, stel je hebt een... Nu gaan we even metafysisch lekker doordenderen. Dat zijn jullie inmiddels van mij gewend, mag ik hopen. Je stopt een zaad in de grond. En dat zet je in de koude wind. En dan maar klagen dat het niet groeit. Dat zaad is niet tot ontwikkeling gekomen. Zo zijn we omringd met mensen die niet tot ontwikkeling gekomen zijn. Nooit Nederlands geleerd. De moeder van mijn kind, die zei altijd keukenkastje. Ik vond het grappig. Ik moest erom lachen. In principe klopt het. Want het is een keukenkast en een kleine heet een keukenkastje. Ja, natuurlijk. Maar je zegt keukenkastje. Je moet wel een beetje plat kunnen praat. Maar die frazen, die kennen er ook wel van, hoor. Babi, banon, putain. Dus je moet je Nederlands goed beheersen. En daar hoort dat plat praat ook bij. Als Nederlander kennen ze ook gewoon naar een Duitser luster. Je moet een beetje weet van de werkers, dan gaat het een beetje veranderen. Oh ja, en als je dan in Friesland bent, dan heet de kees, dan heet dat cheese. Dan moet ze even weten. Dan kan ze doorkallen tot en met Noorwegen aan toe. Aan touw. Want de oe en de au, dat is dezelfde klinker.
Oh, wat een talenonderwijs wordt dit, zeg. Kijk, klinkers doen er niet zoveel toe. En de oe en de au. Oe. Of au. Wat is het verschil? Dus of je nou zegt een koe of een kou. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, ik vind dat goed. En andere mensen zeggen, ik vind dat goud. Ja, dat is allebei hetzelfde. Het is maar een klinker. Hè? Het gaat om de medeklinkers. Dus de A, dat is een belangrijke letter, maar dan heb je dus de B en je hebt de C en dan heb je de D. Dan komt er weer zo'n klinker aan, ja, die doet er niet toe. Dan heb je de F, dan heb je de G en de H. Dan komt er weer zo'n klinker aan, die doet het niet toe. Dan heb je de J, de J. De K en de O. Je moet niet zeggen L, want dan heb je EL. Maar van de L. Dan heb je de M. Ja, de M is ook weer een M. Dan heb je de M. Dan moet je de. De M is met de lip. En de N is met de tong tegen het verhemelte. M. Nee, zegt ze dan bijvoorbeeld. Of na, of nou. Dat Nederlands is een mooi overzichtelijk tolken. Je hebt maar 26 letters. Dan kennen ze alles in zeg. En wat doet nou Maarten Toonder daarmee met het Nederlands? Nou, dan sla je stijl van achterover. Want je kan met je kind, begin je natuurlijk met voorlezen uit Dick Bruna. En dan neem je het heel serieus, want dat is die... Dat andere moment van het voorlezen is dat je kind bij jou op schoot mag zitten. Zodat het samen met jou kan kijken naar de plaatjes. En je kind doe je dan op je linkerbeen. Tenzij je daar gips omheen hebt en dat mag vandaag niet. Maar dat zijn uitzonderingsgevallen. Voor de rest je kind op je linkerbeen. Want dan is dat kind met het rechteroor bij jouw hart. En jij gaat dan voorlezen. En dat doe je als eerste uit Dick Bruna. Nijntje gaat naar het bos. Nou, dan wordt zo'n kind al helemaal... Oh, mama, wat erg. Nijntje gaat naar het bos. Ja, maar er gebeurt helemaal niks. Een Nijntje komt een kip tegen of zo. Dat doe je. Als je die fase gehad hebt, dan ga je lekker doorschakelen en dan neem je Maarten Toonder. Eerder dan de chameleon. Want de chameleon is veel te eng, eigenlijk. Er komen dieven in voor en mensen die liegen, die gaan schunnig doen. Ja, dat stel je allemaal uit. Chameleon is voor 8 jaar en ouder. Maar bij 3 jaar kan je beginnen met Maarten Toonder. Want die kinderen begrijpen er helemaal niks van. En jij ook niet. Want als jij als volwassene Maarten Toonder gaat lezen, ja, ga jij mij vertellen wat de allegorie is? Want dat zijn het, hè? Over de Bijbel wordt, dan zijn er van die surneus en die zeggen, ja, de Bijbel, dat is alleen maar een verzameling allegorieën. Nou, dat is niet waar. De Bijbel, daar zitten historische elementen in. Dan kan je bediscussiëren van, ja, ik vond die YouTube-opname uit het jaar 0 vond ik niet erg betrouwbaar. Er zitten historische elementen in en allegorieën. Dat geef ik iedereen cadeau. Zeker als je het hebt over de parabelen van Jezus. Want dat waren allegorieën. En zo is dat werk van Maarten Toonder dat ook. Maar dan alleen maar allegorie. Dat was zijn wereldbeschouwing. Hartstikke leuk. Ga je kind voorlezen dat Maarten Toonder, daar leer jij ook nog wat van. En het leuke is met Maarten Toonder, is dat je per pagina heb je 3 plaatjes.
En die zijn mooi. Die zijn met de hand getekend, hè? Daar kan je een vergrootglas op houden. Dat zou je bij Dick Bruna trouwens ook een keer moeten doen. Om te zien dat hij echt die lijntjes met een bibberige lijn heeft gemaakt. Want dat zie je niet zo. Want als je kijkt naar het werk van Dick Bruna, dan zie je zo'n mooie lijn. Ja, je moest eens weten hoe die mooie lijn tot stand gekomen is. Zal ik even dat nummer opdreunen van Spinvis? Ik ben een oude man in een bejaardentehuis. Ik parafraseer nou, hè. En mijn oude handen trillen elke dag. En ik wil wel graag kaarten bij de automaat. Ik kaart bij de automaat beneden in de hal, alhoewel dat van mijn dochter niet mag. Spinvis heeft humor. In ieder geval die dingen die ik van hem gehoord heb. En kijk je naar die tekeningen van Martin Toonder. Je kind kan er helemaal in verdwijnen. Ze zijn heel klein. Als je zo'n boekje koopt, ik heb hier een hele rij nog gescoord in de tweedehands boekenwinkel. Ik vraag me af of die dingen nog te krijgen zijn. Misschien moet ik ze allemaal wel inscannen. Voor ouders die willen voorlezen elke dag aan hun kinderen. Want dat zal je moeten doen. Of je stopt een kurk in je kut. Om het, ook 8-jarige jongetjes kunnen hier de grap van inzien. Want je bent het verplicht. En ook al ben jij een Mohammedaan uit Arabië en je bent hier naartoe gekomen, dan heb jij de mogelijkheid om je kind Nederlands te leren en dat doe je dan ook maar. Wat denk je dat jouw kind jou niet zal verachten als het later zou ontdekken? Oh, mijn ouder had alle mogelijkheid om mij Nederlands te leren door mij 10 minuten per dag voor te lezen uit bijvoorbeeld een boek als Martin Toonder vanaf mijn derde jaar. En die heeft dat verzaakt. Houd je kind dan van jou? En ga me niet vertellen van nou, ik leer mijn kind Engels en dat is goed genoeg. Want Engels is niet goed. Zoals de Duitsers zeggen, Engels is Einfachsprache. Simple speak. Heb je je ooit afgevraagd waarom Engelstalige mensen de hele tijd het woord neuken? En neuken is een uitermate gezonde biologische gebeurtenis. Dat woord gaan we ook helemaal niet afschaffen op zijn Nederlands. Dat heet gewoon neuken. En waarom zeggen Engelstalige mensen de hele tijd dat woord? Het doet mij een beetje denken aan een zombie, hoor. Op zijn Nederlands kom je daar niet mee weg. Dus Engels is een no-go area voor jouw kind. Tenzij jouw kind eerst Nederlands hebt geleerd. En dan mag het Engels wauwelen. Dan kan je nog stom verbaasd zijn, want die kinderen die worden heel taalgevoelig. Als je ze goed Nederlands leert. En niet dat binnensmondse gewauwel. Maar gewoon duidelijk spreken.
en spreek de waarheid. Want dat kan je in het Nederlands goed horen wanneer iemand gaat lopen wauwelen. In het Engels hebben ze een woord als serendipity. Yep. Ja, ga me opzoeken, ik ga er nu niet over klagen. Met Engels help je je kind niet verder, met Frans ook niet. Met Frans kan het hooguit werken in Brussel. Maar waarom zou je je kind in Brussel laten werken? Een Spaans, wat moet je met hablas español? Het zijn van Latiniseerde talen. En wij spreken hier nog de taal die afstamt van het Pali en het Sanskriet. Ook in die eenvoud. Ook in de eenvoud. Onze taal is heel duidelijk. We hebben zo'n mooi woord en dat heet klojo. Nou. En wie is er een klojo? Maar als iemand de klojo is, dan ben je de klojo. Dat zijn vrolijke woorden. We hebben een zustertaal, dat heet Zuid-Afrikaans. Dat kijk zo verstaan hoor. Dat is drie dagen door. Dat lul ik er ook mee. Dan kan ik bier bestellen, man. Voor al mijn vrienden, eentje. En ik leug niet, niet. Dat is ons tol. En als de mensen allemaal hier naartoe komen, vanuit dat buitenlandsland, dat is maar mooi ook. Dan kennen ze schoon Nederlands leer. En je hoort te spreek. Dat is een meest zorgvuldig tol. En nu over wat Martin Toner als kunstwerk heeft neergezet. Dat is een veelvoud aan boeken. Per boek had hij 3 verhalen. Per pagina 3 tekeningen. Dat dendert nogal door, hè? En hij heeft gekozen voor de kunstvorm waarin alles hetzelfde blijft. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Het blijft altijd hetzelfde. In dat boek. De Bijbel is niet zo. De Bijbel zegt dat het ging vroeger niet goed. Toen leek het even goed te gaan. En we begonnen elkander te begrijpen. We hebben elkaar allemaal brieven gestuurd. En toen kwam de Armageddon. Het boek Openbaring van Johannes. De Bijbel is een evolutionair boek. Mozes was en daarna kwam. Ja, je weet dat allemaal wel, toch? Of weet je het niet? Dat geldt voor Martin Toner niet. Hij ziet er op toe. Hij heeft zijn verhaaltjes. Het lijkt allemaal verschrikkelijk fout te gaan. En het loopt altijd goed af. En dat is belangrijk voor leeswerk. Want je wil je kind alleen maar laten horen hoe Nederlandse woorden klinken. En in het werk van Martin Toner
worden heel veel verschillende karakters opgevoerd. En die blijven allemaal hetzelfde. Er is geen verandering. Er is geen evolutie. Het is alleen maar mooie tekeningen en heel mooi Nederlands. De vraag is of de tekeningen mooier zijn dan het Nederlands van Martin Tando. Als je dat één keer voorleest, dan helpt dat niet. Dat was één keer en dat is dat kind gelijk weer 's morgens vergeten. Als je dat elke avond voorleest, dan gebeurt er wat. En dat is je thuisonderwijs, dat is jouw naschoolse opvang. Jij als ouder. En al ben je een of andere zielige gescheiden vader die het kind in zijn maag gesplitst heeft omdat die moeder, weet ik veel wat. Op zijn Engels zeg je dan, hang on in there of zo. Blijf hangen. Don't give up. En jij gaat voorlezen. Elke dag. Dat hebben kinderen nodig. Al de gewauwel van Mark Rutte die zegt. Nee, dat was nog niet. Oh, dat was Peter Balkenende. Van waar is de VOC-mentaliteit? Die kinderen hebben dat in de gaten, hè? En die scheidt de 7 kleuren stroom van angst. Zal ik het nog een keer zeggen? Die kinderen hebben dat in de gaten. En die scheiden 7 kleuren stroom van angst. En die willen niet slapen. Die zijn druk. Ken jij drukke kinderen? Nou, ik wel. Ze zijn bang. En wij niet. Dat moet je overbrengen bij het slapen gaan. En dan kan je tegen mij zeggen, ja, maar Piri, eigenlijk ben ik zelf van binnen ook een beetje bang. Ja, nou wen. Volgens mij word je nog banger als jij je kinderen niet gegeven hebt wat ze verdiend hadden, eigenlijk. Wat erin zat. Dus je kind moet je leren. Lezen natuurlijk ook. Vooral je klank laten gelden. Je leert je kind spreken. En Olly B. Bommel. Het werk van Martin Tando. Met zaken zijn zaken. Dat is zo mooi. Daar kan je zelf ook nog wat van leren. En als jij je kind rustig tot slaap brengt, dan heb je de hele avond vrij. En dan morgenochtend weer ontbijt maken. Ja, nou en. Dan komt er weer een nieuwe dag. En dan hou dat kindje rustig. Breng het kind tot rust. Gewoon met bullcrap. Gewoon totally bullcrap. Ik ken een vrouw en die heeft mij verteld dat ze haar kind voorgelezen heeft uit een instructie.
instruction manual op zijn Engels. Nou, een gebruikshandleiding. De gebruikshandleiding van de wasdroger. Nou, zei ze tegen mij, hij viel gelijk in slaap. Mooier is het als je je kind... Dat deed ik met mijn dochter, van ik ga je voorlezen. Hooguit 2 pagina's. Hooguit. En zij ging akkoord en aan plaatjes kijken. Dus zij eerst helemaal de plaatjes bekijken. Dat is al een beetje begreep hoe het zou gaan lopen. Nou, en ik voorlezen. In het donkere doorn, in het donkere bomenbos was het vochtig en de paddenstoelen die groeiden tot aan de... En een kapje. Martin Toner heeft er goed over nagedacht hoeveel hij per pagina vertelt. Dus elke pagina is een cliffhanger. Net als dat je naar Netflix gaat kijken. Dat iedere keer als die uitzending van seizoen 2, aflevering 3, die is afgelopen, dan wil je de volgende zien. Ja, zo zit dat boek ook in elkaar. En jouw kind ga je leren, want je krijgt elke avond een verhaaltje voor het slapen gaan. En that's it. Want het loopt goed af. Het loopt ook echt goed af. Er is niks aan de hand, even metafysisch gesproken. Niks aan de hand. Iedereen loopt te zeuren van ja, ik kan alleen maar GMO-voedsel kopen. Oh, echt waar joh? Homo. Ik heb hier van de week nog avocado's. Dat zijn die vette vruchten. Zijn die ge-GMO'd? Nou, ze smaken prima hoor. Beetje olijfolie eroverheen. Dus je neemt zo'n avocado en dan een mes eromheen. En die pit eruit, want dan kan je niet vreten. Kan je wel in de grond stoppen, maar waarvoor? Nou, eet je gewoon die avocado op met een beetje olijfolie en wat zout en peper. Man. Een avocado a day keeps the doctor away. Wat heb je nou meer nodig? Ja, ik moet heel vaak wandelen, want ik reis met het openbaar vervoer. En dan moet je trappen op en trappen omlaag en dan ben ik hartstikke hongerig. En daar word ik mager van. Koop een zak meel. Laten we even lekker homo doen met z'n allen. Met al de geklaag over de nieuwe wereldorde. Koop een zak meel. Of een pak meel. Een beetje water erbij. Je hebt niet eens boter nodig. By the way. Je moet die meel gewoon goed doorbranden. Burn, baby, burn. Disco inferno. Je kan er arachideolie bij doen. Gewoon even die pindameuk. Wat klaag je nou, man? Lekker knabbelen. En goed doorbakken. Want wij zijn geen schaapjes. Erg belangrijk dat je geen schaap bent. Je bent lam. Dat is iets anders. Maar je kan niet van die meel in je mond stoppen. Dat kan niet. Je zal er iets mee moeten doen. Maar dat mag toch ook, hè? We hebben toch het vermogen gekregen tot koken en bakken, dus houtvuur maken. En dat aluminiumfolie ook nog te koop is in de supermarkt, nou, dan doen we daar een aardappel in.
En zo is ons bestaan. En dat kunnen wij het beste duidelijk maken in het Nederlands. Want al die andere talen zijn veel te ingewikkeld. Of te simpel. Fins is... Ja, is het nou simpel of ingewikkeld? Het is niet te begrijpen. Turks ook niet. Wat wij een audicien noemen, dat noemen ze in het Turks een oogding, meneer. Ja, ik snap het niet meer, hoor. Een oording, meneer. Nee, een opticien is een oogding, meneer. En een audicien is een oording, meneer. Yep. Ik volg het niet meer. Nederlands is duidelijk. Ja, maar Nederlands is heel ingewikkeld met D en DT. Nee, helemaal niet. Wat maakt mij dan uit? Wat maakt mij dan uit? Dat is toch een duidelijk toch? Durf ze hebben niet ingewikkeld over doen. Town, mag ze ook zeggen. Doe ze niet ingewikkeld over town. Dat is de losse sprogen die er nog mee is. Maar voor de rest is het helemaal niks. Ik wil niet als onheilsprofeet overkomen. Maar wel zuinig zijn op het Nederlands. Dus iedereen gaat lekker martentonig voorlezen aan hun kinderen. Nou, en hoe gaat dat dan? Nou, als je kind 3 is, dan moet je dat boek pakken met dat karakter en het heet Professor Prillewitzkowski. Dat is de allerbelangrijkste. En Prillewitzkowski heeft een hele hoge hoed. Belachelijk hoofd. Daar kan je van alles bij denken, maar die hoed die is ongelooflijk lang. En altijd gaat het fout. En als professor Prillewitzkowski dan weer eens helemaal doe, dan breekt zijn hoed. En dan daarna heeft hij weer dezelfde hoed. Altijd weer netjes, fris opgestaan uit het graf. En hoe professor Prillewitzkowski iedere keer aan die nieuwe hoed komt, ja, dat weet je niet. En je kind die gelooft dat woord voor woord. Van ja, natuurlijk heeft professor Prillewitzkowski de hele tijd een nieuwe hoed. Als het weer eens fout is gegaan, knak. Maar daarna staat zijn hoed weer overeind. Dat geldt ook voor de auto van Olly B. Bommel. De schicht. Die gaat ook de hele tijd kapot. En dan is hij weer helemaal overnieuw. Want er is een nieuw verhaal. Dat is de geruststelling die jij je kind kan geven. Dat is de onderliggende subversieve boodschap. En dan het taalgebruik. Want Prillewitzkowski, dat kan een kind van 3, kan dat zeggen. Zeg het maar voor. Prillewitzkowski. Und de reden, hij raadt het Duits. Ik rede toch in de taal. Duits op zijn Nederlands. Kom er eens even op. Dat is een assistent. Dat moet je op, als je dat voorleest, hè, moet je assistent, zoals in zaken, zul je zeggen. Assistent. Assistent Piep.
Want Prille Witkowski heeft een assistent. En Prille Witkowski is de professor. Die ook niet alles weet. En hij heeft assistent Piep. Is dat mooi om voor te lezen aan je kind? Of is dat mooi? Dan ben jij, professor, dokter, herr Prille Witkowski, de reden is... Hoe meen je dat op zijn Nederlands? Wie meinst das auf Nederlandisch? Hoe meen je dat op zijn Nederlands? Je kind gaat helemaal met flapoor, hoor. Die wil er meer van weten. Want hoe praat je Duits op zijn Nederlands? Want de herr dokter, professor Dr. Prille Witkowski, die meent het rechtig, hoor. En die voorschouwt voor waarnemingen. Of zo. Je lacht je helemaal kapot. En assistent Piep, dan moet je overschakelen qua stemmen. Dan moet je even zeggen, ja, maar ik wil toch eigenlijk helemaal niet die. Wat meen ze nou, assistent Piep? Piep, moet je dan zeggen, Piep, afduitse, Piep. Wat meen je, assistent Piep? En echt lachen worden met Wammes Waggel. Jezus, mijn Christus, wat een goede uitvinding. Als karakter in een boek, hè? Om je kind iets te leren. Over Nederlands. En Wammes Waggel, die zegt... Wat leuk. Wat enigjes. Letterlijk. Wat enigjes. Wammes Waggel vindt altijd alles goed. En op een of andere manier blijft Wammes Waggel in leven. Hoe kan dat nou? Want Wammes Waggel is de meest ongelofelijke... die overal vertrouwen in heeft, die nooit ergens moeilijk over doet. Die maakt zich gewoon geen zorgen. Want dat vermogen heeft hij niet. Hij kan zich geen zorgen maken. En hij zegt altijd, wat enigjes. En heb je die Fransman. Oh ja, Marquise de Canteclair. En dat is een kip. Van Canteclair tot Barneveld of zo. Want in Barneveld, hier in Nederland, daar zitten die kippenboerderijen. Dat is heerlijk. En bij de Marquise de Canteclair, die zegt de hele tijd, parbleu. Dan moet je Nederlands, dan heb je dus weer Nederlands, maar dan vanuit het Frans. Dan heb je Frans. Nee, je hebt dus met Prille Witkowski Duits-Nederlands. En dan heb je ook nog Frans-Nederlands. Maar dan mag je dan zeggen, denk ik. Dan moet je die Franse R, moet je hebben. Dat is even oefenen, hoor. Parbleu. Als je die Franse R niet goed kan, dan moet je veel omgaan met Marokkaanse mensen. Want die zijn heel erg Frans begaafd. Die hebben die R. Niet die Hilversumse R, maar die een soort G en R of zo. Bleu. En natuurlijk Hyper en Super, de twee misdadigers. Die hele grote en de kleintje. Die hebben altijd van die superplannen. En die gaan altijd fout. Dus daar kan je gerust op zijn. En Hyper en Super zijn ook zo ongelooflijk dom.
En dat kleintje, dat blijft er maar geloven in die grote. Snap je de wat Martin Toonder subversief doorbrengt, doorgeeft? En jij kan erom lachen, als volwassene. En je kind ook. Het is leuk voor je kind om te luisteren naar papa of mama. Mama of papa, maakt niet uit. Dat zij dat ook leuk vinden om te lezen. En dan 2 paginaatjes per dag. Wat kost dat nou een tijd? Ik weet met mijn kind. Dat had ik een vergadering. En maar heel even tijd om haar naar bed te brengen. Of het was al laat en ik vond dat ze moest gaan slapen. Dus niet meer. Maar het is ook gebeurd dat ik na 2 pagina's nog wilde weten wat op de volgende pagina stond. Dat ik tegen mijn kind zei van kom, ik lees nog even door hoor. Hebben we 4 pagina's gedaan. Nou, soms is daar geen tijd voor. En dan zei ik tegen mijn kind, je mag de plaatjes kijken en ik lees 1 zin voor. En dan ging ik eventjes, net als Arnold Schwarzenegger in de Terminator nummer 1, 2 en 3... even door die pagina heen. Oké, dat is de mooiste zin. En dan las ik 1 zin voor. En mijn dochter zei, het is goed, pap. En ik kon terug naar de vergadering in de woonkamer. En mijn kind, die viel in slaap. Ja, en ze hoorde het ook. Dat kan jij als ouder je kind leren. En nee, nadat je naar deze uitzending hebt geluisterd, heb je geen excuus meer. Je kan niet zeggen, ik heb dat niet gewoest. Of ik heb dat niet kunnen weten. Hoe is dat op z'n Duits? Op z'n Engels zou dat zijn, I could not have that known. Ja, bij deze wel. En anders dan scan ik al die pagina's wel in van al die Martin Toonder boeken die ik heb. Dan maak ik er 1 grote pdf van. Kan ik gesodemieter krijgen met de copyright dienst. Bij deze dus. Nou, dit was de tweede over voorlezen. Zo zal ik deze moeten noemen. Het leren van Nederlands aan je kinderen en de noodzaak daarvan. Dus reuze bedankt dat jullie naar mij geluisterd hebben. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.